Hey, welkom bij weer een nieuwe video en vandaag over pensioenbeleggen. Als je dat woord hoort, denk je wellicht: dit is super saai, hier geef ik niets om. Maar ik garandeer je, het is een super belangrijk onderwerp. Als je hier nog geen kennis over hebt, zorg dan zeker dat je deze video kijkt, omdat pensioenbeleggen heel erg veel uh, voordelen kan hebben, fiscale voordelen, en je er zo voor kunt zorgen dat je later op je oude dag een mooi inkomen hebt. Op voorhand wil ik ook even zeggen dat deze video bedoeld is voor Nederlanders. Ik heb meerdere Belgische kijkers, zo'n 10% van alle kijkers komt uit België. Die hebben ook gevraagd, kun je dit ook voor België uitzoeken? Maar helaas, het is best wel een complex onderwerp, kost heel veel tijd om uit te zoeken. En ja, over Belgische belastingwet en dergelijke weet ik gewoon niets. Daar zou ik helemaal vanaf nul aan moeten beginnen, dus helaas, dat weet ik niet. Deze video is echt gericht op Nederlanders. Eerder heb ik al aangegeven, ik word meerdere keren per maand benaderd voor sponsorships en dergelijke. Daar zeg ik altijd nee op. In dit geval heb ik zelf Brand New Day benaderd om mee te werken aan deze video. Zij kunnen inhoudelijk antwoord geven op de vraag die jullie via Instagram gesteld hebben. En daarnaast is het gewoon een partij die ik al voor langzaam rijk gebruikte, waar ik gewoon tevreden over ben. Dus als ik dan met iemand zou moeten samenwerken, dan is het wel met hen. Nou tot zover de intro. Laten we gewoon meteen beginnen met het onderwerp: wat is nou precies pensioenbeleggen? Wil ik op voorhand ook nog even zeggen dat ik speciale affiliate-link heb voor deze video. Mocht je op basis van deze informatie zeggen, pensioenbeleggen, daar moet ik iets mee. En mocht Brand New Day bij je passen, dan kun je overwegen om een linkje onder deze video te gebruiken. Ik krijg je een kleine vergoeding voor, dus dankjewel als je dat zou willen doen. Om uit te kunnen leggen wat pensioenbeleggen is, is het belangrijk om eerst even de basis van het pensioenstelsel te begrijpen. Het klinkt misschien ingewikkeld, maar eigenlijk valt dat best wel mee. Het pensioenstelsel bestaat uit drie pijlers. Die drie pijlers samen zorgen er later voor dat jij jouw pensioen ontvangt. De eerste pijler, dat is de AOW. Die bouw je automatisch op op het moment dat je woonachtig bent in Nederland. Iedereen ontvangt AOW vanaf de AOW-leeftijd. Maar enkel een AOW, dat is wel een vrij laag inkomen. We weten niet precies hoe hoog de AOW zal zijn tegen de tijd dat wij met pensioen mogen. We weten niet eens of het dan nog een AOW is. Maar goed, laten we ervan uitgaan dat de AOW dan nog bestaat. Dat zal waarschijnlijk niet voldoende zijn om gewoon op dezelfde hand door te kunnen leven als dat je tijdens je werkzame leven hebt gedaan. De tweede pijler, dat is het pensioen dat je via je werkgever opbouwt. Het zogenaamde werkgeverspensioen. Als je een baan hebt, dan bouw je waarschijnlijk pensioen op bij je werkgever. Dat hoeft niet altijd zo te zijn. Je zult op je loonstrookje waarschijnlijk zien dat er een deel van jouw uh, salaris van je inkomen... naar jouw pensioen uh, bijdrage gaat. Waarschijnlijk betaalt jouw werkgever ook nog een deel bij aan dat pensioen. En je bouwt dus via jouw werkgever jouw pensioen op. Nou, Vroeger was het zo dat mensen uh, vaak een hele carrière bij dezelfde werkgever werkten. Um, ik weet nog toen je klein was, zei men altijd... als je bij Philips werkt, dan heb je een goed pensioen. Dat was allemaal goed geregeld. Tegenwoordig zie je dat mensen steeds... Vaak van baan wisselen, een aantal jaren hier, een aantal jaren daar werken. Daarom is het belangrijk om uh, ja, goed in de gaten te houden of je voldoende pensioen opbouwt. En als dat niet het geval is, dan is het wellicht interessant om dat aan te vullen in de derde pijler. De derde pijler is het aanvullend pensioen. En dat is het pensioen dat je zelf persoonlijk kunt gaan opbouwen naast je werkgever, in ieder geval los van je werkgever. Als je een pensioengat hebt, zoals ze dat noemen, dus via je werkgever niet het maximale pensioen opbouwt, dan krijg je een zogenaamd uniform pensioenoverzicht, de UPO. Daar staat een uh, factor A op, uh, ik kom er zo even op terug wat dat precies is, maar dat is een bepaald bedrag. En daarmee kun je berekenen hoeveel uh, extra pensioen je zou kunnen inleggen op pijler 3, de zogenaamde jaarruimte. Ben je nou ZZP'er of heb je geen pensioen via je werkgever, dan heb je dus eigenlijk alleen maar die eerste pijler, de AOW. Dan is het nog extra belangrijk om in die derde pijler zelf pensioen op te gaan bouwen, omdat alleen een AOW gewoon echt behelpen is op het moment dat je met pensioen gaat. Hoe je dat nou allemaal berekent, daar kom ik zo meteen later in de video op terug. We weten nu hoe het pensioenstelsel is opgebouwd, die drie pijlers dus. Maar wat is dan precies pensioenbeleggen? Hoe valt dat binnen die drie pijlers? Om dat uit te leggen wil ik even een stapje terug in de tijd, een aantal jaren terug. Als we kijken naar, laten we zeggen, 20 jaar geleden, toen was het alleen maar mogelijk om een aanvullend pensioen in een verzekeringsvorm op te bouwen. Dit waren de zogenaamde lijfrenteverzekeringen. Het gevolg daarvan was alleen dat er. Ja, steeds meer woekerpolissen waren. Woekerpolissen die eh, kenmerkten zich doordat er heel hoge kosten waren, dat ze niet heel erg transparant waren, dat mensen niet door hadden dat ze zoveel kosten betaalden. En daarom is in 2008 de Bankspaarwet geïntroduceerd. Toen is besloten dat ook andere partijen, zoals banken en beleggingsinstellingen, eh, pensioenproducten mogen gaan aanbieden. Wat dus betekent dat je ook kunt gaan beleggen voor jouw pensioen bij bijvoorbeeld je bank of een beleggersinstelling. Het voordeel hiervan is dat de kosten flink omlaag konden, omdat er steeds meer concurrentie was. Uh, bepaalde banken en beleggingsinstellingen dit ook gaan, gingen aanbieden waardoor gewoon die kosten uh, lager werden dat die gewoon minder werden um, en je kunt sindsdien dus bijvoorbeeld gaan pensioen beleggen maar ook pensioen sparen is sindsdien een mogelijkheid. Nou tot zover de geschiedenis van de afgelopen paar jaar. Um, gaan we nu kijken naar wat pensioenbeleggen dan precies is in grote lijnen. Wat maakt het anders dan een gewone beleggersrekening? Als eerste is de inleg afhankelijk van je jaarruimte. Je jaarruimte die moet je dus berekenen. Daar kom ik dadelijk even op terug. Maar je kunt niet Ongelimiteerd gebruik maken van pensioenbeleggen. Nou, je mag een x bedrag per jaar inleggen um, om van deze voordelen uh, gebruik te maken. Ook die voordelen leg ik zo meteen nog even uit. Ten tweede, je inleg op een pensioenbelegrekening mag je in mindering brengen op het moment dat jij uh, salaris ontvangt of dat jij een eigen bedrijf hebt. Dan betaal je daar belasting over. Het ligt eraan hoeveel inkomen je hebt. Maar laten we grofweg zeggen, tussen de 37 en 50 procent uh, inkomstenbelasting. De inleg op die pensioenbelegrekening, die mag je dus van jouw inkomen afhalen, waardoor je daar dan geen belasting over betaalt. Daarnaast is het vermogen op een pensioenbelegrekening vrijgesteld van box 3 belasting, de vermogensbelasting. Ik heb daar al eerder een video over gemaakt, maar als je als alleenstaande op dit moment min of 50.000 euro vermogen hebt, dan betaal je daar box 3 belasting over. Nou, de uh, waarde van jouw pensioenbelegrekening, het vermogen in die pensioenbelegrekening, die wordt daar niet in meegerekend, dus over dat bedrag hoef je niet die box 3 belasting te betalen daar staat wel wat tegenover en dat is dat jouw pensioenbelegrekening min of meer vast staat tot jouw AOW-leeftijd. Dus je gaat beleggen in die pensioenbelegrekening, maar je kunt niet in één keer op je dertigste, veertigste, vijftigste dat geld weer uithalen. Nee, dat geld staat vast tot je AOW-leeftijd. Vanaf dat moment kan het uitgekeerd gaan worden en dat betekent dus dat je niet constant daar geld uit zou kunnen halen. Kleine voetnoot erbij is dat het in, in een extreem geval wel zou kunnen, maar je moet dan flinke boete betalen, waaronder die belastingvoordelen terugbetalen. Dus het uh, uitkeren van uh, het geld op jouw pensioenbelegrekeningen voor je AOW-leeftijd is gewoon niet interessant. Nou, wat zijn dan de voordelen en de nadelen van pensioenbeleggen? Ik heb ze net al een beetje benoemd, maar ik ga nu even de diepte in en dan beginnen we met de voordelen. Het eerste voordeel is dat de inleg van jouw inkomen afgetrokken mag worden. Stel je voor je legt 3000 euro in op jouw pensioenbelegrekening. Dan mag je die 3000 euro van jouw inkomen afhalen bij je belastingaangifte. Wat betekent dat jij voor de belastingaangifte 3000 euro minder verdiend hebt en dus minder belasting hoeft te betalen. Dat betekent dus als jij 3000 euro inlegt, dat je daar geen 37 of 49 procent belasting over hoeft te betalen. En dat zou dus betekenen dat je volgend jaar met jouw aangifte inkomstenbelasting zo'n 1000 tot 1500 euro minder inkomstenbelasting hoeft te betalen omdat jij 3.000 euro hebt ingelegd op jouw pensioenbelegrekening. Dit is even een voorbeeld. Die bedragen zijn voor iedereen anders. De ene legt meer in dan de ander. Het ligt er ook aan in welke schijf je valt, of je veel of weinig verdient. Maar in ieder geval kun je dus die inleg van jouw inkomen afhalen. Daartegenover staat dat je wel inkomstenbelasting betaalt... op het moment dat je jouw pensioenbelegrekening laat uitbetalen. Dus in de uitkeringsfase na jouw AOW-leeftijd. Maar het mooie is, als jij een leeftijd hebt boven de AOW-leeftijd... Dan betaal je over de eerste deel van jouw inkomen een stuk minder inkomstenbelasting. Onder aan de streep kan dat betekenen dat je gewoon ja, bijna de helft minder inkomstenbelasting betaalt. over dat geld wat je laat uitkeren. En daarnaast is het ook nog zo dat je dus dat bedrag jarenlang hebt vastgezet. tot aan je AOE-leeftijd. Dat dat bedrag, eh, dus eigenlijk min of meer onder aan de streep. een bruto bedrag is wat je inlegt. Daardoor flink meer vermogen kan opbouwen. door dat compound interest, rente op rente effect. En je uiteindelijk over dat eindbedrag dus een lager. Uh, percentage belasting uh, hoeft te betalen. Een ander voordeel is dan dat je geen Box 3 belasting betaalt. Ook dat benoemde ik net eigenlijk al eventjes. Box 3 belasting dat betekent eigenlijk vermogensbelasting in de Volksmond. Het wil gewoon zeggen, op het moment dat jij alleenstaand bent en meer dan 50.000 euro vermogen hebt, of met een fiscale partner samen meer dan 100.000 euro vermogen hebt, dat je daar belasting over gaat betalen. Stel je voor, jij hebt um, 60.000 euro vermogen. Uh, en je bent alleen staand, dan hoef je over die eerste 50.000 euro geen vermogensbelasting te betalen. Maar over dat tweede deel, die 10.000 euro die boven de 50.000 komt, daar betaal je wel vermogensbelasting over. Die box 3 belasting dus. Maar het vermogen in een pensioenbelegrekening telt niet mee voor jouw vermogen um, voor die belasting in box 3. Dus als jij van die 60.000 euro, uh, bijvoorbeeld 10.000 euro in jouw pensioenbelegrekening zou hebben zitten, dan betekent dat dat jouw vermogen dus 60.000 is. Maar 10.000 daarvan. Dus jouw pensioenbelegrekening, die telt niet mee. En die andere 50.000 euro, die is vrijgesteld van belasting in box 3. Dus even weer een voorbeeld. Het zou heel toevallig zijn als je precies 60.000 hebt, waarvan 10.000 in pensioenbelegrekening natuurlijk. Maar het is even om het punt duidelijk te maken. Over dat deel betaal je dus geen box 3 belasting. Een ander voordeel is dat het geld vaststaat. Tot je AOW leeftijd. Ik zei net al, je kunt het eventueel tussendoor uh, eraf halen, maar dan moet je allerlei boetes betalen, uh, belasting terugbetalen. Dat is gewoon niet interessant. Dus we zouden we eigenlijk gewoon kunnen stellen, het staat vast, tot je AOW leeftijd. Um, dat kun je zien als een nadeel, maar je kunt het ook zien als een voordeel, omdat je daardoor gewoon een hele lange horizon hebt. Zeker als je jong bent. Ik ben nu 30, dat betekent dat ik meer dan 40 jaar moet wachten totdat ik de AOW leeftijd heb bereikt. Tot die tijd kan ik het geld niet uit die rekening halen. Wat dus betekent dat ik niet in de verleiding kom om het geld eruit te halen voor een verbouwing of een nieuwe auto of iets dergelijks? Dat is eigenlijk wel een voordeel, waardoor je gewoon ja, niet verleid kan worden om dat soort beslissingen te nemen. En daardoor maximaal gebruik maakt van het rent-op-rente effect. We weten het eigenlijk allemaal, maar jouw uiteindelijke vermogen is afhankelijk van de inleg, het rendement en de tijd. En die tijd, daar zit het allemaal goed mee. Dat bedrag gaat gewoon tientallen jaren op die pensioenbelegrekening staan. Totdat je in die uitkeringsfase komt. Is het dan alleen maar roze geur en maneschijn? Nee, er zijn ook al een paar nadelen in mijn ogen. Dus ook daar wil ik even bij stilstaan. En als eerste begin ik eigenlijk met het nadeel, wat ik net als laatste voordeel heb genoemd. En dat is dat het vaststaat tot je AOW-leeftijd. Je kunt het dus als voordeel zien, omdat je dan een lange beleggershorizon hebt. Je zou het ook als nadeel kunnen zien, omdat je dit vermogen pas kunt gaan gebruiken, kunt gaan laten uitkeren na je AOW-leeftijd. Wil je bijvoorbeeld eerder met pensioen, dan betekent dat dat je voor die. Awe-leeftijd, dus dat die tijd dat jij eerder met pensioen gaat, um, geen gebruik kunt maken van het vermogen op die pensioenbelegrekening. Ik vind dat op zich geen probleem, maar het is wel iets om rekening mee te houden. Maar stel je voor, jouw pensioenleeftijd is 70 jaar, maar je wil op je 60ste met pensioen. Dan heb je van je 60ste tot je 70ste een bepaald vermogen nodig om van te leven. Uh, dat moet je op een andere manier um, ja, bij elkaar sparen of bij elkaar beleggen uh, dan zo'n pensioenbelegrekening. Dus bijvoorbeeld door een normale beleggersrekening. En nadat je 70 jaar bent geworden, dan kun je die pensioenbelegrekening gaan laten uitkeren. Het grote voordeel is dus dat je door al die fiscale voordelen um, betere rendementen kunt maken. Of in ieder geval een snellere vermogen kunt opbouwen. Alleen het nadeel is dus dat je er rekening mee moet houden dat um, dat vermogen pas vanaf je AOW-leeftijd beschikbaar is. Een ander nadeel is dat wet en regelgeving kan veranderen. Dat noemen heel veel mensen als, uh, als groot nadeel. Ben ik het ergens ook wel mee eens. Um, wel is het zo dat. Als wet en regelgeving verandert, dat niet met terugwerkende kracht wordt gedaan. Dus dit is de wetgeving rond dit moment. Op deze manier kunnen we nu uh, voordeel halen uit de, ja, die fiscale voordelen. Dus dat je het uit box 1 kunt aftrekken en dat je in box 3 niet mee hoeft te rekenen. Um, als die wet en regelgeving verandert, gaat dat niet met terugwerkende kracht. Dus ze zeggen niet van: oh, de afgelopen jaren. Um, heb je dat gedaan, maar uh, er is nu een nieuwe regelgeving waardoor je alsnog belasting moet gaan betalen? Zeker als je zo'n lange horizon hebt, zoals ik, nog meer dan 40 jaar tot je AOW-leeftijd, dan is de kans groot dat er wel iets gaat veranderen in wet en regelgeving. Dat betekent voor mij niet dat ik nu geen uh, voordeel kan halen uit die uh, financiële of die fiscale voordelen die er op dit moment zijn. Een derde nadeel, ik weet niet of je het helemaal een nadeel kan noemen, maar een soort van kanttekening. Is dat je niet onbeperkt gebruik kunt maken van die fiscale voordelen. Dus je kunt niet bijvoorbeeld 20.000 euro in een jaar inleggen, dat van jouw uh, inkomsten afhalen, waardoor je helemaal geen belasting meer betaalt bijvoorbeeld. Nee, uh, zo werkt het niet. Uh, je hebt een bepaalde jaarruimte. Die jaarruimte is afhankelijk van hoeveel je hebt verdiend, hoeveel pensioen je al bijvoorbeeld via je werkgever hebt ingelegd. Die kun je zelf berekenen. Dat gaan we zo meteen even doen. Maar het is dus iets om rekening mee te houden dat je tot een bepaald bedrag kunt inleggen op zo'n pensioenbelegrekening um, en daar niet overheen kunt gaan. Je kunt daar wel overheen gaan, maar dan maak je geen gebruik meer van die fiscale voordelen. Dus dat zou totaal niet interessant zijn. Um, dus ja, noem het een nadeel, noem het een kanttekening, maar zorg er in ieder geval voor dat je weet dat je tot een bepaald bedrag per jaar mag inleggen op zo'n pensioenbelegrekening. Ik noemde het net even al. Je moet de jaarruimte berekenen. De jaarruimte is het maximale bedrag wat je mag inleggen met fiscale voordelen. Op die pensioenbelegrekening. Je moet dat zelf berekenen um, aan de hand van een aantal, uh, aantal gegevens. En je kunt dat eigenlijk grofweg in drie groepen of drie categorieën uh, indelen. Als eerste heb je de mensen in loondienst die geen pensioen opbouwen. Uh, de meeste mensen bouwen wel een pensioen op via hun uh, werkgever. Vaak staat dat in de CAO. Maar dat is niet overal het geval. Dus het kan zijn dat jij een baan hebt en geen pensioen opbouwt. Nou, dan kun je jouw jaarruimte berekenen via de jaarruimte tool. Daar kom ik zo even op terug, laat ik even zien. De tweede groep, dat zijn de mensen die in loondienst zijn, maar wel een pensioen opbouwen bij een werkgever. Maar wellicht een pensioengat hebben, dus die wellicht niet het maximale pensioen opbouwen. Nou, hoe werkt dat dan? Op het moment dat je al een pensioen opbouwt via jouw werkgever, krijg je ieder jaar het uniform pensioenoverzicht, oftewel de UPO. Vaak kun je die vinden door in te loggen bij de uh, pensioenaanbieder die jouw werkgever uh, gebruikt. Um, kun je die UPO downloaden daar staat een factor a dat is een, uh, een getal een bedrag uh, wat in iedere UPO uh, vermeld staat en middels die factor a en jouw inkomen uit werk en woning kun je ook weer berekenen wat de jaarruimte is ook dat laat ik zo meteen even op de pc zien de derde categorie dat zijn ondernemers die bouwen geen uh, pensioen op bij een werkgever die moeten dus kijken naar uh, hun inkomsten uit uh, werk en woning en winst uit onderneming jouw totale inkomen op basis daarvan kun je ook weer die uh, jaarruimte berekenen en ook dat ga ik eventjes laten zien op die pc Um, daarover sprekend, laten we dat gewoon meteen even doen. We switchen heel even in een andere setting. Gaan we even naar een tool op de website van Brand New Day, waarbij je een indicatie van jouw jaarruimte kunt berekenen. Nou, ik ben hier op de website van Brand New Day. Ik heb even gegoogeld naar Brand New Day jaarruimte. En dan zie je hier de jaarruimte uh, tool. Um, dit is wel een indicatie, zegt ze erbij. Um, als je het 100% zeker wilt uh, berekenen, um, dan moet je dat op de website van de Belastingdienst doen. Maar ja, die berekening op die website is gewoon wat ingewikkeld. Dus dit is veel makkelijker om even een check te doen. Of je überhaupt jaarruimte hebt, um, wat meer is dan uh, twee tientjes zeg maar. En wat bereken je dan eigenlijk? De overheid wil dat je tijdens je pensioen ongeveer 75% van je gemiddelde inkomen van voor je pensioen te besteden hebt. Dus dat is de AOW plus je werkgeverspensioen. Dat zou samen 75% van het gemiddelde inkomen van voor je pensioen moeten zijn. Helaas bouwen heel veel mensen onvoldoende werkgeverspensioen op. Dat wil dus zeggen dat ze een pensioentekort hebben in de tweede pijler. En door je jaarruimte te berekenen, bereken je hoe groot dat tekort is om tot die 75% te komen. Nou, als eerste is dan de vraag, uh, deed je je aangifte als ondernemer? We hebben die drie scenario's zoals ik al uh, zei. Ik zal ze even voor alle drie invullen. Als eerste een werknemer die geen pensioen opbouwt bij een werkgever. Nou, deed je in uh, 2020 aangifte als ondernemer? Het antwoord is nee. Uh, ben je in loondienst van je eigen onderneming? Het antwoord is ook nee. Uh, werd er via de werkgever pensioen opgebouwd? Het antwoord is ook nee. En dan vul je volgens jouw bruto uh, inkomen in uit uh, werk en winst uit de onderneming. Die vind je dus bij jouw belastingaangifte van het afgelopen jaar. Nou Laten we zeggen dat dat bijvoorbeeld 40.000 euro is. Dan kun je volgens berekenen en dan zie je dat er een jaarruimte is van 36.34,62 euro. en 62 cent. Dat betekent dus dat je uh, dit bedrag zou kunnen inleggen op jouw pensioenbelegrekening. Gaan we direct door naar de volgende: dat is dan een uh, persoon die in loondienst is, maar wel via zijn werkgever pensioen opbouwt. Dus deed je aangifte als ondernemer? Nee. Um, was je in loondienst van je eigen onderneming? Nee. Uh, werd er vanuit je werkgever een pensioen opgebouwd? Ja. Vervolgens vraagt hij om die factor A. Nou, dat zie je hier. De factor A geeft aan wat de pensioenaangroei... Uh, via jouw werkgever is geweest in het voorgaande jaar. Dus een, hoe groot uh, de aangroei van jouw pensioen... in het afgelopen jaar is geweest. In dit geval tot 2020. Um, die kun je vinden op jouw UPO, het Uniform Pensioenoverzicht. En die kan je weer vinden uh, ja, bij de pensioenaanbieder... Pensioen uitvoerder moet ik eigenlijk zeggen um, van, uh, van de werkgever. Dus uh, bouw jij een pensioen op via je werkgever? Heb je waarschijnlijk een inlog voor de website van die, uh, van die pensioenuitvoerder? Als je daarop inlogt, dan kun je gewoon dat uh, uniform pensioenoverzicht vinden. Lukt dat niet? Neem dan even contact op met die uh, pensioenuitvoerder en dan kunnen ze die vaak gewoon opsturen. Nou, laten we zeggen dat, het, uh, dat die factor A bijvoorbeeld uh, 280 uh, uh, was, 280 euro. Volgens wil je jouw bruto inkomen weer in? Uh, nou, dan laten we weer 40.000 euro invullen. Klik op berekenen. Dan zien we dat we 1800 euro kunnen inleggen. Dat is dus een stukje minder dan uh, die vorige berekening, omdat we in dit geval al pensioen via de werkgever opbouwen. Bouwen we nou meer pensioen op via de werkgever, vul je we hier bijvoorbeeld 400 in. Dan zul je zien dat dit bedrag ook verder omlaag gaat. Dus hoe meer jij uh, hoe meer je opbouwt via jouw werkgever, hoe minder je zelf nog in die derde pijler kunt opbouwen. Nou, als laatste dan nog een berekening als um, ondernemer. Dus deed je uh, in 2020 aangifte als ondernemer, is het antwoord natuurlijk ja. Um, heb je ook in loondienst gewerkt? Nou, dat is even afhankelijk. Sommige mensen die werken parttime en we hebben parttime time een eigen onderneming. Of je bent fulltime uh, in je eigen onderneming uh, aan de slag. Uh, in dit geval vullen we nee in. Heb je gemaakt, uh, gebruik gemaakt van de oude dagreserve? Vullen we ook even nee in. De meeste ondernemers weten wel wat dat uh, inhoudt waarschijnlijk. Um, de winst uit de onderneming. Nou, laten we zeggen dat het ook 40.000 euro was. Dan doen we weer die berekening. en zien we dat we hier precies hetzelfde bedrag kunnen inleggen. Dus 3634 euro. Dat is hetzelfde als dat je 40.000 euro in loondienst verdient... Uh, terwijl je geen pensioen opbouwt via jouw werkgever. Dus op deze manier kun je die jaarruimte berekenen. Nogmaals, um, ze geven aan, hier ook in het klein... deze berekening is een indicatie van de jaarruimte. Je kunt naar de website van de Belastingdienst... om de exacte berekening te doen... Um, volgens mij is dat vooral om zichzelf even juridisch in, uh, in te dekken, um, maar ik vind het een super handige tool om in ieder geval um, eenmalig even die berekening te doen. kost je vijf minuten tijd, maar dan weet je in ieder geval of je jaarruimte hebt en of het nodig is om wellicht in die derde pijler wat extra pensioen op te gaan bouwen. Wil ik je tussendoor nog eventjes reminden, mocht je nou naar het zien van deze video denken, pensioen beleggen, daar moet ik iets mee. Dan zou ik je willen vragen om het linkje onder deze video te gebruiken. Het hoeft natuurlijk niet, maar ik krijg dan een kleine vergoeding. Uh, zie het als een soort bedankje voor al deze informatie, voor het maken van deze video. Dus dank je wel daarvoor. En doe dat natuurlijk alleen als je ervan overtuigd bent dat pensioenbeleggen bij Brand UD een goede keuze voor jou is. Als je bijvoorbeeld jouw jaarruimte hebt berekend. Als je de concurrentie hebt vergeleken. Als je dan dezelfde conclusie trekt als ik. Dan zou je bij Brand UD kunnen beginnen. En dan zou je dat linkje kunnen gebruiken. Een vraag die veel gesteld werd via Instagram was: waar kan ik nou een pensioen beleggen? Nou, er zijn verschillende aanbieders die pensioenbeleggen aanbieden. Um, ik denk dat er ook verschillende uh, goede aanbieders zijn. Maar het is belangrijk om in ieder geval goed te letten op de kosten en op de manier waarop je jouw uh, pensioen gaat beleggen. Voor mij geldt dus dat ik gebruik maak van Brand New Day. Dat komt omdat ik enerzijds daar um, via mijn werkgever al zat. Daarna in het onderzoek uh, als ZZP'er ook uh, Brand New Day er weer uitgekomen als uh, partij waar ik graag mijn eigen pensioen zou uh, beleggen. Nu ik geen uh, pensioen meer opbouw via mijn werkgever. En de belangrijkste factoren daarvoor zijn voor mij dat het eenvoudig is uh, en dat de kosten laag zijn. Um, dit moet niet een hele advertorial worden voor Brand New Day, maar even erbij uh, toch even bij aangeven. Op het moment dat jij een uh, beleggersrekening wilt openen, een pensioenbelegrekening, dan betaal je aansluitkosten, dat is 45 euro, eenmalig voor het aanmaken van jouw, uh, van jouw rekening. Daarnaast rekenen ze servicekosten, dat is 0,44 procent. Um, dat is een stuk lager dan heel veel andere aanbieders. Dus ik heb verschillen met elkaar vergeleken. Um, dit was uh, aan de lage kant. Ik vind de kosten absoluut uh, acceptabel vergeleken met de concurrentie. En je krijgt er ook gewoon een goede service voor. En tot slot betalen natuurlijk fondskosten als je gebruik maakt van uh, fondsen. Ligt een beetje aan welke fondsen je kiest. Maar als je de kosten een beetje laag weet te houden. betaal je daar ongeveer 0,15% fondskosten voor. Die kosten die betaal je niet. die zitten gewoon verrekend in de koers van die fondsen. En ik kies ervoor om via die fondsen um, te investeren. Dat betekent dat ik niet actief zelf losse aandelen ga kopen voor mijn pensioen. Nee, ik wil mijn pensioen zo simpel en passief mogelijk houden. Dus ik wil gewoon. Um, dat het automatisch uh, geherbalanceerd wordt, dat het allemaal automatisch in fonds wordt gestopt. Je kan bij Brand New Day allerlei um, instellingen kiezen. Dus je kunt kiezen voor uh, defensief, offensief, hoeveel procent in obligaties, hoeveel procent in aandelen. En dat zorgt ervoor dat je een mix kunt maken die bij jou past. En daarnaast kun je er ook voor zorgen dat jouw risicoprofiel automatisch wordt afgebouwd. Dat betekent dat in de de laatste jaren richting jouw AOW-leeftijd het risico steeds meer um, ja, verlegd wordt, dat je steeds meer in obligaties gaat zitten, steeds minder in aandelen, om ervoor te zorgen dat het risico op het einde gewoon afgebouwd wordt. Voor mijzelf geldt dat ik gewoon één keer per jaar bereken wat mijn jaarruimte is, dat bedrag in één keer overmaak naar Brand New Day en dan automatisch die aankopen laat doen. Zijn er zijn ook mensen die dat maandelijks doen, dus die zeggen ik maak bijvoorbeeld maandelijks 50 euro over naar Brand New Day. Dat wordt iedere keer dan automatisch ingelegd. Um, nou, ik vind het prettig om dat gewoon achteraf in één keer te doen. Dat houdt voor mezelf gewoon wat overzichtelijker. Um, zo doe ik dat eigenlijk met al mijn administratie gewoon alles bundelen. Maar dat is mijn persoonlijke uh, overweging. Ik zou dat dus ook gewoon maandelijks kunnen doen. En die inleg zorgt er dus voor dat ik dadelijk hopelijk een mooi pensioen heb. Uh, pijler 1 de AOW. Pijler 2 een klein beetje werkgeverspensioen. Want ik heb de afgelopen jaren natuurlijk wel gewerkt en pensioen ingelegd. En pijler 3 is dan het uh, eigen pensioen wat ik heb opgebouwd. In dit geval via Brand New Day. Wil ik tot slot nog even een aantal veelgestelde vragen met je doornemen. Dat zijn vragen die ik via Instagram terugkreeg of onder de video's van afgelopen jaar over pensioenbeleggen. Die vragen zal ik nu even stuk voor stuk beantwoorden en dan sluiten we de video af. De eerste vraag is, voor wie is pensioenbeleggen interessant? Nou, ik noemde het eigenlijk al, het is interessant voor werknemers, maar ook voor ondernemers. Eh, ondernemers is het heel erg belangrijk, want je bouwt waarschijnlijk geen pensioen op. Voor eh, werknemers is het belangrijk om in ieder geval te berekenen wat de jaarruimte is. Ga na of jij een pensioen opbouwt. En zo ja, of dat dan um, ja, een fatsoenlijk pensioen is. Heel veel mensen bouwen een stuk minder pensioen op dan ze uh, eigenlijk zouden denken. Dus het kan zomaar zijn dat je een hele mooie, goede baan hebt met een goed salaris, maar dat je maar een heel klein beetje pensioen opbouwt. Um, dat zou zonde zijn als je daar over twintig jaar pas achter komt. Dus doe gewoon even die moeite. Het is vijf minuutjes werk. Bereken gewoon even die jaarruimte. En ja, komt er een jaarruimte van 10, 20, 30 euro uit. Um, dan zou je het erbij kunnen laten natuurlijk. Maar zie je dat je honderden euro's jaarruimte hebt. Dus dat je. Een heel stuk pensioen meer zou kunnen inleggen, dan is het interessant om eens te overwegen om een extra pensioen op te bouwen in pijler 3. Iets anders wat heel veel mensen zich afvragen is wanneer je nou fysiek echt ja, voordeel hebt van dat belastingvoordeel. Oftewel, wanneer hoef je minder belasting te betalen? CQ zou je belasting terugkrijgen. Nou, dat gebeurt bij je belastingaangifte van volgend jaar. Zoals dus jij dit jaar zou inleggen op jouw pensioenbelegrekening in 2021, doe je begin 2022 belastingaangifte. En daarbij geef je aan dat je inleg hebt gedaan op jouw pensioenbelegrekening. Het mooie is dat Brand New Day dat automatisch voor je doet. Je hoeft niet zelf te regelen, dat wordt gewoon automatisch ingevuld. En dat betekent dus dat je begin volgend jaar of minder belasting betaalt of eventueel zelfs belasting terugkrijgt. Dus op dit moment, als jij nu inlegt, dan merk je nog niks van het belastingvoordeel. Dat zal begin volgend jaar zijn bij de aangifte van de inkomstenbelasting. De volgende vraag is: kan ik dit ook met terugwerkende kracht doen? Ja, dat kan. Uh, deels. Je kunt uh, naast die jaarruimte, dat is dus die ja jaarruimte over je inkomen van afgelopen jaar... ook gebruik maken van reserveringsruimte. Reserveringsruimte kun je tot zeven jaar terug uh, gebruiken. Dus je zou nu nog gebruik kunnen maken van ruimtes die je uh, tot zeven jaar geleden niet hebt gebruikt. Um, dat zou je dus uh, met, met terugwerkende kracht nog kunnen doen. Moet je wel even een flinke berekening voor maken... Um, daarvoor kun je het makkelijkste even kijken naar uh, de berekening op berekenet.nl. Ik zal even een linkje in de beschrijving van deze video toevoegen. Daar vul je per jaar gewoon precies in wat je inkomen was, wat je factor A was, naar nou, al dat soort zaken. En dan berekenen zij gewoon precies hoeveel je zou kunnen inleggen op basis van welk jaar. Overigens zijn er ook allerlei regels uh, omtrent het maximum wat je kunt inleggen. Ook de reserveringsruimte is uh, afhankelijk van allerlei factoren. Um, ik ga die hier niet allemaal één voor één uitleggen, daar wordt het allemaal veel te ingewikkeld voor. Maar gebruik daar dus gewoon even die berekening voor. Een andere goede vraag die heel veel gesteld werd was: wat gebeurt er bij overlijden? Nou, in principe is het zo dat bij overlijden het totale bedrag van die pensioenbelegrekening te gunste komt van jouw nabestaanden. Dat betekent dus dat dat um, vermogen dat dat van hen wordt. Er zijn natuurlijk wel allerlei uh, regels aan, uh, aan verbonden. Um, kijk gewoon even goed naar de voorwaarden van zo'n pensioenbelegrekening. Hou er ook rekening mee dat er een bepaald fiscaal voordeel zit... aan die inleg op die pensioenrekening. Zodat er ook wellicht extra belastingen betaald moeten worden... als dat bedrag uitgekeerd zou moeten worden. Maar een fabel is gewoon dat um, op het moment dat je komt overlijden... al dat geld naar uh, die aanbieder van dat uh, pensioenbelegger gaat. Dat wordt wel eens gezegd. Um, helaas ongeveer een kwart van de mensen die helpt zijn AOW-leeftijd niet. Dat zou betekenen dat zij um, het geld van een kwart van hun klanten zeg maar, ontvangen. Nou, dat is absoluut niet het geval. Uh, het geld komt dus gewoon ten gunste van je naam Een andere veelgestelde vraag is wanneer wordt het nou uitgekeerd of hoe wordt het nou uitgekeerd? Nou, op het moment dat je die AOW-leeftijd bereikt hebt, dan heb je een paar jaar de tijd om een uitkering aan te schaffen. Uh, je koopt dus met dat vermogen een bepaald product en dat product keert jou maandelijks bijvoorbeeld... Um, een vermogen uh, uit, of een, een bedrag uit. Je kunt dat zelf kiezen, er zijn heel veel aanbieders. Uh, je kunt ook zelf die looptijd uh, kiezen, er zitten wel bepaalde bandbreedtes aan. Maar dat betekent dus dat jij gewoon een aantal jaar... Uh, maandelijks een X bedrag ontvangt, um, op het moment dat je een uitkering uh, aanschaft. Hoe dat precies zit, zou ik eventueel nog een andere video over kunnen maken. Maar dat is eigenlijk iets wat pas ter sprake komt... Um, als je die AOW leeftijd uh, bereikt. Wellicht is dat voor jou als kijker eerder het geval dan bij mij. Um, maar bij mij is het zo dat dat nog meer dan 40 jaar duurt. Dus het voor mij niet zo heel veel zin heeft om me nu te verdiepen in al die aanbieders van uitkeringen, omdat het over 40 jaar natuurlijk helemaal anders uitziet. Maar in grote lijnen betekent het dus: je koopt een uitkering uh, aan met dat bedrag. En zij keren vervolgens bijvoorbeeld maandelijks een bedrag uit. Dat waren voor nu uh, de vragen die het meeste voorbij kwamen. Heb je nou nog een andere vraag? Stel ze gewoon gerust even in de comments onder deze video. Ik zal in ieder geval proberen die vragen goed te beantwoorden. En als ik het niet weet. Dan zal ik het vragen aan de mensen bij Brand New Day. Die hebben ook aangegeven, we willen zoveel mogelijk goede informatie delen. Dus als er goede vragen zijn, laat het ons weten. Dan sturen we dat door naar een expert en dan geven we daar goed antwoord op. Dus dat zal ik dan even organiseren. Dan zorg ik dat het antwoord uiteindelijk in de comments terecht komt. Bedankt voor het kijken en dan hoop ik je terug te zien bij een van de volgende video's.